En we zijn weer terug voor nog een spannende match. Double Dutch Esports tegen Amnesia. Het is de halve finale van de upper bracket. De bands van D Esports waren bij deze match Morgana. Even kijken dat ik wel de shift window goed aan heb staan natuurlijk. Tudum, tudum. Ja, daar komt die League of Legends en zo hebben we toch nog fullscreen. Ja, Morgana, Caitlyn en Brand. De bands van Amnesia waren Lee Sin, Cassiopeia en Gangplank. Hier zien we aan de kant van Amnesia. Jury is op Akali, The Eagle op Annie, Justice op Udyr, Hellguard NL op Galio. Galio support, dat hebben we al 1 keer meer gezien tijdens deze The Reality compo. En Bartje op Ashe. Wat we hier hoogstwaarschijnlijk zullen gaan zien als initiate dat Ashe een pijl gaat schieten. En dan komt de hele mikmak eroverheen. De Galio ult en de Annie beer. En zo proberen ze toch met AoE team uit te kunnen schakelen. Aan de andere kant hebben we Van Grans op Nocturne, Daan Banaan op Kokmo, Spartan op Sona, Tordek op Kestin en Pilsjonge op Garen. Een beetje heet pick op toplane, Garen tegen Akali, een beetje counterpick-achtig. Kestin tegen Annie. Ik denk dat Kestin met een cleanse, oh, geen ignite, met een cleanse. Probeert van die beer weg te komen, daarna een silence, om zo Annie toch te counteren. Sona als support, een van de beste supports op dit moment. Kijk wat ze hier gaan doen. Blauw verdedigen, zo te zien. Van Grans wil graag bij de wolfjes beginnen, dan blue te doen, of daarna gelijk naar raids te gaan, of naar de blue daarheen te gaan. Dan hebben we Kokmo op dit moment, in mijn ogen, de meest OP champion. Die range, die damage. Daar kan je gewoon helemaal niks tegen doen, behalve tegen een setup wat er volledig in gaat. En Kokmo out of position, Akali komt eraan. Wat gaat er gebeuren? Akali hit 1 en ze gaan verder richting de blauw. Geen flash hoeven te gebruiken. Ze weten dat ze hier in de bosjes zitten. Gaan ze er iets tegen doen, ja of nee? Dat is de vraag. Wat wordt er gecallt? Gaan we naar hun blue toe? Begin met dubbel golems? Ik weet het niet. En hier hebben we Noxion in de jungle tegen Udyr in de jungle. Udyr een hele snelle jungle, geen flash, heeft ghost. Kan heel snel ergens achteraan rennen. Dan zien we wat er gaat gebeuren. Van Grand start bij de grote race en smite deze. Waarschijnlijk gaat hij hierna naar de wolves toe. En daarom daar nog steeds hier in de bosjes te wachten. Wat gaat hier gebeuren? Ze zijn met z'n 5 hier, ze fake hem down. Gaan ze deze blauw pakken? En lijkt me wel. Dat betekent dat ze heel Akali heel laat is. Op toplane. Ze heeft geen teleport. Dat betekent zeker dat Garen al level 2,5 is. Voordat Akali er ook maar is. En dat is niet goed in zo'n lane voor Akali. Garen redelijk sterk tegen Akali en helemaal als hij voorloopt. Als hij 1 level voorloopt, level 2, silence, spin to win. En daar gaat Akali vrij weinig tegen kunnen doen. Oh, ze komen een gank van... Na de blauw komen ze een 5-man gank. Kokmo eraan, Kokmo flash, exhaust juice, Sona niet. Ze gaan niet focussen op Sona, ze willen puur op Kokmo focussen. En daar moet er gewoon kill uit gaan komen. Er wordt nog een flash gebruikt, er wordt exhaust gebruikt. En de laatste paar hits en dan gaat Kokmo er toch echt aan moeten geloven. First blood uit naar Akali. Hoewel ze dus wel wat achterloopt in lane. Garen nu level 2, bijna level 3 al. Het zijn al 2 waves geweest. Maar toch die first blood op de bottom lane wat advantage te geven met Ashe en Galio. Deze bottom lane kan heel leuk werken. Op level 6, Ashe schiet de pijl, komt Galio ult achteraan en tons of damage, zoals Freak zou zeggen. Noxion een beetje heet jungling, counter jungling. Akali nog meer vertragen. Nee, jij kan hier niet langs. Wat gaat Akali doen? Gaat ze helemaal omlopen? Toch een face checker op Noxion, level 1 pas. Het gaat hem niet worden voor Akali. Je moet terug recallen en dan richting je lane gaan lopen. Heel mooi gespeeld van Grans. Zo Akali echt buiten die lane te houden. En zoals we zien, Garen al level 3. Dit gaat Akali niet leuk vinden als ze level 1 deze lane in komt. Zoals we zien, Garen. Al 14 last is Akali nog 0. Nog 0. Dit gaat ze niet leuk vinden. Kestin tegen Annie. Wat we hier zien. 13 last is van Kestin. Nog maar 3 van Annie. Annie, je moet de minions blijven attacken. Je moet die last gaan pakken om gold te earnen. Tordek pakt een torenhit. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want ik denk dat hij rond de 26 health regen per 5 seconds zit. Dan zien we hier Kokmo op 6 last hits en Ashe op 9. Redelijk gelijk op, terwijl Kokmo toch al 1 keertje was dood gegaan. Spamt een volley. Geen probleem. Hele hoge poke damage hier. En Sona zou dat allemaal bij moeten healen. Misschien levelt ze de heal, misschien levelt ze toch haar damage. Dat zien we dan wel weer. We willen hier een cv. Zijn ze al met blauw bezig voor Udyr? Ja of nee? Krijgt Annie de blauw misschien? Annie is missing uit lane. Wat gaat hier gebeuren? Akali heeft geshopt. Amplifying Tome. Sideward al gekocht. Ja. Om zo toch defensive te gaan staan. Ja, Annie krijgt gelijk de eerste blauw van Udyr. Wat geweldig spel. Annie erg gevaarlijk met die blauw. Kan de skills blijven spammen. Als die stun op is, kan je gewoon Kestin blijven poken. Die daar één burst ook weinig nog maar kan. En ja, de laatste minion hadden ze laten staan. Voor Van Grans mag wel opruimen. En over 5 minuten op 9 minuten 50 is de blauw weer gespand. En zal die blauw waarschijnlijk naar Cassadin gaan. Bottom lane redelijk gepusht. Eigenlijk is dat heel fijn voor Kokmo. Hij heeft geen grote escapes. Hij heeft flash wel gebruikt. Hij wil zijn lane ook wel hier houden. Het niet gegankt kan worden. Sona, wat ga je doen? De poke komt toch wel uit op Kokmo. Wordt er allemaal bij geheeld. En Galio krijgt ook redelijk wat damage die met zijn nul mantel was begonnen. Garen ook zijn lane gepusht. En Kali denkt van na. Zodra ik die Q kan blijven gooien en een beetje kan farmen, komt het nog wel weer goed. Dat valt maar te bezien. Gaat dan Ward waarschijnlijk hier ergens in de borstjes zetten. Dat ze niet gegankt kan worden. En daar zien we Noxion al aankomen. Kali level 4, Noxion level 3. Toch redelijk gehate jungled. Waardoor hij niet snel zijn level krijgt. We hebben Udyr nog in één keer gezien. Ik denk dat hij al rond de level 4 of 5 is. Sowieso 4. Eigenlijk zou 5 ook wel moeten. Als we kijken naar Garen die al level 5 is. Waarschijnlijk bijna level 6. En die gank van Udyr. Bottom, je mag komen. Kok mag geen flash. Geen exhaust. En die gaat zo neer. Met z'n drieën, als je ghost gebruikt, komt de stun af. En dan gewoon lekker met je tiger of phoenix stance deze kleine draak kapot maken. Ward komt eruit, oftewel het gank gaat een stuk moeilijker worden. Nocturne ward even heel erg voor Garen. Garen level 6, Kali level 4. Nocturne komt eraan, komt de veerbox. Spin to win, meer dan half damage. Ignite komt eruit, komt de veer uit. Komt een flash, goed geflasht van Akali. Flash van Nocturne, Nocturne krijgt niet helemaal precies wat ze wil. Komt een tower hit. En Garen denkt, gewoon spinnen in die pool, dan is het geen enkel probleem. En dan gaat de second kill naar Pilsjonge, top op Garen, die al zo voorliep in zijn lane. En dat gaat Akali zeker niet leuk vinden. Rood wordt gepinkt, zou Udyr daar zijn of niet? Op de bottom lane. We gaan even kijken naar Van. 35 voor Kokmo en 21 voor Ashe. Kokmo heeft als eerste dood gegaan, is als eerste dood gegaan. En Ashe loopt nu toch wel wat achter in last hits. Zou het door die Sona komen, door de poke, door de heals. Waar Kokmo toch redelijk zijn last hits kan gaan pakken, omdat hij de lane redelijk domineert hier. Kessadin 43, Annie 14. Nog maar 14 last hits. Je hebt blauw, Annie. Je kan de Q blijven spammen op die minions voor last hits. Je moet ze echt gaan pakken. Toch wel 16, 2 erbij. En ze komt er wel vanzelf. Tordek, 43 last. Het is al 3 keer zoveel als Annie. En daar gaat Kestin op snowballen. Hij heeft gelijk zijn tier gekocht. Gaat hem stekken voor een Archangel. Tegen Annie zou ik misschien beginnen met een Catalyst in plaats van tier. Als ze in één keer die combo kan doen van Tibbers, gaat het toch wel heel erg veel pijn doen op Kestin. En als je een Catalyst hebt, heb je wat meer HP. Kan je het nog surviven en ga je niet waarschijnlijk in één keer dood. Er komt weer redelijk wat harass uit de Akali. We moeten blijven staan in die spin. Gaat tot damage terug doen. Ze heeft natuurlijk lifesteal en spelvamp, waardoor ze redelijk sustain in die lane kan blijven. Pookt dat terug op Garen, maar ik denk niet dat dat heel veel nut heeft. Garen als een brutalizer doet heel veel damage. Komt de flash, het komt de silence, komt de spin en de ultimate van Garen maakt Akali af. Level 7, komt de flash, Akali kon niks doen, ze was gesilenced. En daar gaat de tweede kill voor DDE naar Pilsjonge op Garen. Rood is gepakt door Nocturne, Nocturne pas level 5, Udyr eindelijk gespot, Udyr pas level 4. Udyr, was dit wel zo slim om dan die blauw te pakken? Het heeft de jungle heel erg vertraagd. Tiger stance Udyr, zoals we allemaal weten, in lane heel erg goed, in jungle is die Phoenix stance toch iets beter voor de snelheid van het jungelen. En dat zien we hier nu helemaal terugkomen omdat Udyr pas level 4 is en Nocturne al level 6. Udyr zal waarschijnlijk net level 5 zijn geworden van deze dubbel golems. De ward staat hier nog, natuurlijk niet nog 180 seconden. Omdat hij niet net als neergezet en al een tijdje staat. Helaas krijgen we die update niet te zien, omdat we LOL Replayer gebruiken en niet live de match zien. Noxion gaat een beetje de jungle in. Ze gaan weer Akali willen pakken. Gaan ze backdooren. Noxion heeft zijn ultimate. Heeft Garen nog dingen. Hij heeft geen ultimate op. Hij heeft wel flash, of hij heeft silence. Hij heeft een spin. Akali vol HP. En het gaat niet werken. En Noxion denkt, ik ga wel naar een andere lane toe. Zijn eigen jungle is helemaal leeg. Kestin. Kestin gaat nog bottom lopen. Voor die gank, voor die silence, voor die slow. En dan kan Ashe best wel heel veel pijn aan krijgen. Ashe level 6 heeft de pijl klaar. Wat gaat hier gebeuren? Sona level 6 heeft ook ultimate. Flash ultimate. Daar komt Kestin aan. Silence. Slow mist helemaal. Daan Banaan nog met een flash, maar komt er niet bij. Duikt de toren in, neemt 3-4 toren hits. En Ashe komt bijna weg. Nog zijn ultimate. Galio ultimate uit om Kestin tegen te houden. En hier komt toch de kill voor DDE, de derde kill. Dankzij de Noxion ult, allerlei flashes gebruikt, allerlei ults gebruikt. En Tordek denkt, weet je wat, ik loop gewoon even langs de toren in plaats van hier naar boven. En dit zou het waarschijnlijk de bottom turret zijn. Te weinig minions, dat kan ook. Gaan ze draak, gaan ze geen draak? Dat is de vraag. Annie komt er ook even bij en denkt, feestje, waar ben ik dan? Ben ik uitgenodigd? Gaan ze voor draak gaan? Nee, ze gaan allemaal recallen, allemaal wat items kopen van de kill die ze daar hebben gemaakt. Om zo toch nog meer de lane te domineren, meer last te krijgen. Zo ziet Sona pakt Pinkward, waarschijnlijk voor draak. En ze gaan dan zich daar klaar voor maken, denk ik. 13-20. 13-20 is hier ergens een ward geplaatst en die dan is uitgewerkt. Waarschijnlijk. Ook al is Akali in de pool, de spin van Garen gaat nog steeds door. Ze krijgt wel wat extra armor en wat extra magic resist. Maar dat maakt Garen eigenlijk niet heel veel uit. Met die Brutalizer... terwijl Akali op 44 armor zit. Brutalizer geeft al 15 armor pam. Komt de flash uit, of komt een ignite, spin to win, ultimate van Garen. En daar gaat Akali weer aan neer. Dit is de derde kill al voor Pilsjonge. En ik moet zeggen, die Akali die toen 3 levels achterliep op de lane. Dit gaat niet goed. Dit gaat ook niet meer goed komen. Ze heeft hulp nodig. Udyr, kom Garen ganken. Het lukt Akali niet om haar lane goed te winnen. Ze heeft wel 30 last hits om 75 van Garen. En natuurlijk de 3 kills die hij achterloopt, terwijl Akali toch first blood heeft gehad. Die gaat blauw naar Kessadin. Waarschijnlijk wel over het muurtje wil gaan jumpen omdat hij te lui is om te lopen. Ja, wat gaat hier gebeuren met Annie? Wie gaat er waarheen? Komt een silence uit. Komt de eerste silence van Kessadin, silence van Pilsjonge en dan spin to win. Nog een kill voor Garen. 4-0-0 al. En die gaat ze voor draak. Pinkward is eruit, ze weten dat het niet gewaard is. Ze kunnen gratis eruit doen. Ashe weet van niks. Ashe gaat niet eens proberen om hier te komen. Clairvoyance gaat naar beneden. Ze weet dat ze er zijn. Gaat Udyr proberen te stealen of niet. Er komt een arrow uit. Gestunt. Komt een smite. Net als vroeg. Heeft nog 1 hit nodig. Geen enkel probleem. De eerste draak gaat naar DD Esports. En de timer zie je hier gelijk uitgaan. Ze weten, oké, om die tijd moeten we daar weer staan. Moeten we voor die tweede draak gaan. En dan gaan we kijken of we die ook kunnen bemachtigen. Akali, de hexsectie vol vooral. Pookt wat heen en weer met Kestin. En die gaat ze toch neer van. Ze komt er slow uit. Nog 1 silence voor Kestin. Nog 1 silence. Komt in de pool te staan. Blijft bij de toren. Push je lane. Gaat hij daar? Nee. En die komt er alweer aan om Akali te helpen. Komt een flash. Silence van Annie. En daar gaat Kestin wegkomen zonder enkel probleem. De flash timmers volgden niet gelijk. Oftewel... Annie had geen kans om de Timbers te casten, omdat de silence eruit kwam. Ze had sowieso geen stun op. Dus ik weet niet of het heel slim was om de flash te gebruiken. Udyr gebruikt zijn ghost. Maar dat werkt niet tegen Kestin, Udyr. Dat werkt niet. Kestin komt overal van weg. En helemaal als hij blauwe buff heeft. Hij kan redelijk heen en weer springen. Annie weer silencen. 400 zoveel. Oh, hier komt de stun. Hier komt de Timbers. En hier gaat Tordek neer. 2 torens in. Alleen maar om de kill op Annie te pakken. En Tordek, je had beter moeten weten. Dit hoeft niet. Je had een blauwe buff. Nu heb je hem weggegeven. Dit had niet gehoeven. Dit was niet nodig om hier die torens in te duiken en dood te gaan. Noxion komt alleen even overnemen. Level 7 al. En Sona eventjes 1 tegen 2 in de bottom lane. Garen. Nog geen echte poke op de toren. Heeft een BF Sword. Hij gaat redelijk voor full damage hier. Hij denkt van 4-0-0. Gewoon nog meer damage. En dan komt het wel goed. Heeft weinig magic resist. Met uitzondering van de nulmantel. Ja, komt hij weer. De silence en de spin. En dat gaat Akali niet leuk vinden. Zelfs al is ze in de shroud van stealth. En dan zo zie je, ze is van 1300 naar 580 HP te gaan. Door alleen een silence en een spin. Heel veel damage. En hier komt Van Grans. Wou het jungle invasion doen. Annie komt eraan. Komt een perfecte Ashe. Arrow. Stun. Kan Annie iets tegen doen? Komt een silence uit van Kestin. Heel mooi geholpen van Tordek. En Van Grans komt hier weg. Hoewel de Sheriff Arrow zo erg mooi was. Precies op de stun hier op Van Grans. En helaas konden ze er niks mee doen. En de silence van Kestin was genoeg om Annie tegen te houden. Mooi gespeeld van Amnesia. Hier komt de ult van Sona uit. Gaat hij nog damage? Ashe flasht weg. En daar komt Galio aan om Ashe te helpen. Ondertussen is de topturret neergegaan. Garen met zijn BF Sword. Zoveel damage. En daar gaat Akali niks mee kunnen. En de toren dus ook niet. En Tordek duikt nu wel de toren in. En nu pakt hij wel de kill. Niemand komt helpen. Annie had geen stun op. Geen tibbers. En na die silence kan Annie niks behalve een beetje rondstaan. Te kijken of hij iets kan doen. En hier gaat toch wel wat damage komen op die tweede turret. Bottom wordt gepusht. Ashe is low. Daan Banaan denkt, kan ik die pakken, ja of nee? Met flash, met exhaust. Ik denk dat het een beetje een overkill was. Ik denk niet dat ze wegkomt. Ze had flash al gebruikt. Je had nog maar 2 hits hoeven doen. Geen enkel probleem. Raakt Galio. Torg het weg. En hier komen ze met z'n vieren. Galio, wat ga je daar doen in je eentje? Door de silence van Cassadin moet Galio toch flashen. Ultimate van Noxion gaat neer. En hier komt een dubbel kill. Udyr heeft hier niks tegen kunnen doen. Hij liep hier, hij kon geen stunts uitbrengen. En gaat hij toch dood aan de 4 mensen die daar bottom stonden. Garen blijft gewoon even mid farmen. En wat minions pakken heeft de toren mid ook gepakt. Waardoor ze 3 torens voor staan, 1 draak. En zoals we zien op 1754. Ze hebben zelfs de enemy rood getimed. 1754 komt de draak weer op. Duurt nog eventjes, dus ze kunnen nog even verder pushen. Annie silence, Annie spin. En daar gaat nog een kill naar Pilsjonge, naar Garen, die al zo sterk is. 6-0-0, 116 farm. En ik denk dat hij gaat shoppen en even hele leuke items gaat kopen van de 3 kills die hij net heeft. Ah, Kokmo zegt eerst veel game, gaat daarna dood aan Akali. Probeert nog wat minion hits erbij te pakken, omdat hij Akali toch niet neer zou krijgen. Ja, Daan en Snoep staat hier. Nou, dat vind ik niet zo leuk om over je teammaten te zeggen. Maar, hè, als je 2 torens hierin duikt, dan... Ik zeg er verder niks over. Maar of het al helemaal goed was, dat zou ik ook niet zeggen. Oké, top is goed gepusht. Bottom wordt al teruggepusht. Blauwe sub, rode sub. Wat gaat DD Esport nu doen? Wat is hun plan? Draken sub meteen. Ik denk dat ze daarvoor gaan. Komt waarschijnlijk een ward. Sona heeft Oracle. Ze kan zien of er andere wards aankomen. En Ashe pusht gewoon rustig zonder enkele wards alleen door. Clairvoyance is neergegaan, Ward is hier uitgekomen en Sona gaat toch rustig omlopen. Een beetje bang voor Ashe die al een BF Sword heeft. En redelijk wat damage op Sona kan doen. Sona heeft de heal, Sona heeft de poke. Hij heeft, ik denk, een stuk of 6 wards, omdat je per 5 stackt, 6-7 wards. Die gaat de hele map over om te warden. En een Philosopher's Stone voor wat extra gold. Omdat ze natuurlijk geen last hits pakt, zoals we hier zien. 10 last hits tegen 16. Voor Galio. Komt de poke neer op Ashe. We zien Kokmo in de buurt. Galio komt van achter. Komt die arrow hier op Sona, ja of nee? Gaat hij hier dood? Helemaal out of position. 2 tegen 1 hier. Het lijkt me wel. Wat is Ashe? Waar is Ashe? Gaat hij nog wat doen? Er komt een flash van Galio, of flash van Sona. En die is weer rustig achter Kokmo. Veilig en wel. We zien ze hier allemaal kennen. Ze waren een beetje in bottom jungle. In het midden. Wat gaan ze hier doen? Top pusht redelijk terug. Noxion gaat dat er even richting de toren zetten. Kestin in een jungle. Waar gaat hij heen? Duikt weer een toren in. En geen enkel probleem. 1 combo. Ashe is neer. En hij komt rustig met zijn Riftwalk weg. Die op zo'n lage cooldown zit. Kost wat mana. Maar je hebt een Archangel of Tear of the Goddess gestekt voor 304 mana. Hier komt de Tibbers uit op Kokmo. Daar komt de Galio ult. Komt de cleanse van Kessadin. En daar gaan ze toch dood. Kokmo gaat dood door Galio, ult en Tibbers. Daar gaat Galio ook dood aan. En het is Annie ook nog kapot. 2 voor 2 exchange. Garen duikt de toren in. Silenced Udyr. En dan komt toch nog de spin. De ultimate. En daar moet Udyr het ook aan begeven. 3 tegen 3. Akali heeft hier single-handed Van Grans gepakt. Komt een arrow. Toren hits. Geen enkel probleem. 4 voor 3. Ik weet niet of deze dive het meest slimme was. Pro-arrow, al de tweede pro-arrow. De eerste kwam hier op Van Grans. De tweede hier mooi bij de toren, waardoor Pilsjonge stil stond. En dit is toch zijn eerste dood. Dit is een heleboel gold voor Ashe erbij. Minimaal 500 gold, zoals we hier zien. En het Pilsjonge killing spree voor 500 gold. En Bartje en Tordek's killing spree 400 gold. Dit is een extra 900 gold voor het team, wat ze heel goed kunnen gebruiken. Drakensub. Ik gok dat DD iedereen gaat. Van Grans heeft zijn pointer al neer, pink neer. Kom jongens, wij moeten nu die draak gaan doen om onze voorsprongen verder uit te bouwen. Na deze fight toch eigenlijk verloren te hebben. 4 tegen 3. Kokma heeft zijn Bloodthirster al. Gaat waarschijnlijk nu voor een ziel / Phantom Dancer sparen. Om daar toch wat movement speed en attack speed mee te halen. Om daar zijn damage output toch redelijk mee te vergroten. De vraag, Tordek, ga je voor Deadcap, ga je voor Archangel? We zien het nog allemaal niet. Welke damage pakt hij eerst? Hij heeft in ieder geval redelijk wat utility movement speed door zijn Archangel. Hij kan redelijk wat Riftwalken. En door zijn Rod of Ages is hij niet in één keer neer door Annie. Udyr met zijn wriggles en zijn boots. Moet toch wel heel snel wegwezen voor Kestin. Is hij een beetje bang voor. En de draak wordt opgepakt door DDI met z'n tweeën. Sona en Nocturne. En de draak wordt inderdaad weer getimed. Tordek timed de draak. Meestal doet de support dit. Alle timers bijhouden. Maar Thor denkt, weet je wat, I got this, geen probleem. Clifforians komt er neer, want als de rood willen gaan pakken. Sona er helemaal out of position. Sona gaat er neer of niet. Komt een arrow, komt een stun. En daar verliest Sona de Oracle. Waarom liep je zo, Sona? Je wist dat ze daar waren. Dit is geen goede movement. En daar gaat rood waarschijnlijk ook naar Ashe toe. 1 death. En DDI moet toch echt een kopje erbij gaan houden als ze dit gewoon goed willen gaan winnen. Nocturne tegen Udyr. 1 tegen 1. Maar Tordek denkt, oké, laat jullie even uitvechten, geen probleem. En als draak zie je dat het toch wel lastig wordt, komt hij erbij. En Udyr had geen kans natuurlijk. Hij bleef maar doorhakken in de hoop om Van Grans genoeg damage te doen. Maar dat werkte niet. Rood is natuurlijk al neer, je werd gepinkt, de rood is nog niet neer. Oh, rood is nog niet neer. Ashe, waarom pakt hij de rood niet? Red buff. Komt een ult hier neer op Galio. En dat gaat Van Grans niet lukken. En daar komt Van Grans heel goed weg met 50 HP. En Galio zal denk ik niet heel veel meer hebben gehad. Tordek ook 500. Raakt redelijk laag. En daar gaat Akali. Pakt Van Grans die weer out of position was. Tordek heeft toch zijn darkness gekraakt? Weet ik niet. Tordek probeerde nog alles aan te doen om Akali ook nog dood te krijgen. Daan Banaan zegt oké, dan doe ik het wel. Akali en Annie gaan niet dood aan. Kokmo plus de ultimate van Sona. Heel mooi geplaatste ultimate natuurlijk. En hij pakt daar een dubbel kill op. 2 tegen 1. Hier komt de arrow. Sona, je hebt weer een Oracle. 2 tegen 1, maar daar komt gelukkig Pilsjonge van de zijkant. Silence, pin to win. Ultimate van Galio. Daar blijft Pilsjonge gewoon aan doorspinnen. Ultimate komt neer. En dat is een extra kill voor Garen die nu toch al op 10-1 staat. Udyr met weinig HP. Je moet recallen, je moet terug. Paar torens, vangers is, probeer hier de minions weer terug te werken. Bloodthirster is er, terwijl je krijgt die lifesteal terug op Kokmo. Wat gaat Garen doen? Gaat hij hier, hij heeft zijn Infinity Edge en een Brutalizer, volledig DPS Garen. Heel erg leuk om te zien, we zien het niet vaak, meestal gaan ze toch redelijk tanky. En je ziet, dit doet heel veel damage en hij staat daarom ook al op 10 kills. Geen arrow meer van Ashe. De tiers van Annie is nog wel up. En die moeten ze wel voor oppassen. Als die flash uitkomt, ze kunnen er niks tegen doen. Sona heeft de tweede Oracle gekocht. En daar moeten ze toch wel voor oppassen dat ze dat niet verliezen. Wie krijgt die blauw? Sona gaat erheen, misschien wil zij hem wel. Komt even healen. Of het duurt gewoon te lang voor Tordek dat die blauw neer is. Ja, en de blauw gaat dus goed nog steeds naar Tordek. Ik denk dat heel redelijk wat geld op de banken staan. Hij loopt al redelijk lang rond. Met alleen die teer en die Roll of Ages. Ik denk dat hij toch wel richting een Needlessly Large Rod gaat. Garen zegt, oké, I got this. 1 tegen 3, geen enkel probleem. Hij krijgt weinig damage, zelfs van die tibbers. Annie heeft nog geen ability power. En daar komt Silence, spin to win. Noxion denkt, ik ga er ook in. 2 tegen 4, Annie gaat neer. 2 tegen 3 nog maar, spin to win. Dat zijn Akali en Galio laag. Galio gaat neer door een auto-attack. En hier pakt hij een dubbel kill op. Daar gaat Ashe ook nog neer. Triple kill. Gaat Akali ook nog neer met zo weinig HP. En dan zijn dat zijn er volgens mij 4. Sowieso zijn dat er 4. En Van Kans moet het ook begeven. Gaat Pilsjonge hier de 5 maken. Is het een delayed penta of niet? Blijft een kwalijk. Ik wist niet waar de eerste kill heen ging. Komt de silence. Spint hij er nog overheen. En probeert er overheen te spinnen. Duikt de toren in. Helaas Pils. Dit gaat niet werken. Dit had je niet moeten doen. Te greedy voor de laatste kill. Hij wou zo graag die delayed penta. Is hem niet gelukt. Hij wilde het zo graag. Helaas. Komt de flash, silence, komt een slow. En Udyr overleeft het dankzij zijn turtle stand. Wel gaat de toren neer. Door het midden. De inner turret. En hoeft alleen nog maar de inhibitor turret neer te krijgen. Voordat ze toch op de inhibitor kunnen gaan rammen. Komt een Ashe arrow. En die mist volledig. Kestin had nog cleanse up. Wat ik zei. De Needlessly Large Rod heeft hij gekocht. Daan Banaan, zoveel damage op Ashe. Oh, dat zijn twee schoten. Met z'n drieën, onder de toren. Hopsakee, alle drie dood. En dit is toch 3 voor 0. Akali denkt, oké, ik ga nog wat doen. Een Oracle. Je kan je niet verbergen in deze schouw door die Oracle. Akali, dit had je moeten weten. En dat is toch nog een extra gratis kill. 4 om 0. En waarschijnlijk gaat deze toren dan neer. Udyr kan eigenlijk vrij weinig doen. Nocturne komt er helemaal aanvliegen. Komt met zijn Q, ja. En dat is een ace voor Double Dutch Esports. Nocturne pakt met zijn Darkness de laatste kill op. Toren gaat neer, inhibitor gaat neer. Wat gaan ze doen? Gaan ze finishen of gaan ze barren? Wat maakt het uit? Het scheelt 5 minuten. Ze hebben het al een beetje opgegeven. Helaas, ze willen nog niet surrenderen. 1 tegen 4. Eentje dacht, ik ben er klaar mee. 4 anderen, kom, we gaan het afmaken. We kunnen nog winnen als ze die arrows goed plaatsen. Gerecalled. Hij dacht eraan, zal ik ze gaan stoppen? Maar het hoeft niet. Er wordt geshopt. Barren wordt gedaan. De Aegis is klaar, oftewel iets meer tanky. 3k HP door die Giants Belt. En natuurlijk zoveel damage van Infinity Edge plus Brutalizer. Met z'n tweeën gaan ze Barren doen. Dat zijn toch crits van 380. Dat vindt Noxion niet fijn met de items die hij heeft. Alleen een Wriggle en een Brutalizer. En hij zwaart nu toch voor zijn Banshees. Ander team heeft gezien dat ze Barren zijn begonnen en nemen deze graag over. Oftewel, dat denkt Akali. Ik denk niet dat het een heel slim plan is. Hier ga je weer geaced worden. Het wordt 5 tegen 5. Pilsjonge wilde graag in. Ze lopen terug van Barren. Ze hebben heel veel damage gehad van Barren. We gaan ze hier wel tegen doen. Pilsjonge moet als eerste in. Annie komt daar een silence uit. Komt een ult van Galio. Cleanst eruit Tordek. Tordek gaat neer door Akali. En dit zijn toch wel wat kills. Dubbel kill voor Pilsjonge. Hartstikke netjes gedaan door die spin. 2 kills en een Infinity S. Akali in de shroud. Daar komt Sona al aan met haar Oracle. Roept een extra kill bij. Udyr komt een exhaust op. En moet het daarna met z'n vieren ook begeven. En gaat daarna dood. De GG is gecallt. Dit is zeker een win voor DD Esports. Nog een quadra kill op Garen. 15-2-3 Garen. Met zijn Infinity Edge. Met zijn Aegis. Zo ontzettend veel damage. En heeft daardoor 2 quadra kills gepakt. En helaas dus net die ene. Niet een penta. Oh nee, weer geen quadra kill. Daan Banaan natuurlijk die 2 kills gepakt. Hij denkt op de silence, nog een spin, nog een kill. Annie kan er niet tegen. Noxion, gewoon de kill pakken, geen enkel probleem. Gaat dood aan de Nexus turret die toch wel 1k damage per keer doet. Akali pakt Daan Banaan, geen enkel probleem. Yes, en daar gaat hij dood. Tuurlijk Kokmo als hij passive, als hij dood is, doet hij nog extra damage. Hij durft nergens heen te lopen. Probeert nog wat farm up te pakken, maar dat geeft niet. Tordek farmt even bottom lane, terwijl Garen en Sona voor hun leven rennen. Komt die stun uit op Sona, stun uit komt op Sona. Garen, silence en een spin. Kan je het doen? Nee, Akali komt eraan. Ja, Akali was zo laag dat alleen een spin haar al doodbracht. Dit is een extra kill voor Garen. De Ashe, weer nog een mooie Ashe arrow. Dat heeft ze toch heel goed gedaan, dit potje. Dit is een kill. Oh, hij gaat niet dood, 10 HP. Hij gaat wel dood. Heal van Sona kon het niet meer begeven. Hij gaat dood en pakt nog wel 2 kills up. De Nexus turrets zijn al neer. Ze kunnen gratis op die Nexus gaan rammen. Ik denk dat dat zeer binnenkort gaat gebeuren. Galio met een chalice en wat armor. En 1500 HP. Dit gaat niet werken. Zo denkt, oh, kom maar Galio, ik kan je hebben. Totdat Annie eraan kwam. De surrender vote is gecallt van Double Dutch Esports. Ze willen niet meer, ze hebben er geen zin meer in. Helaas, hij faalt. 2 tegen 3. 2 dachten, we zijn er klaar mee. We hoeven die finale niet te spelen. Komt een ult uit van Sona, wat eigenlijk helemaal niets doet. Hoeveel spelen jullie wel niet per dag? Nou, ik denk dat dat nog wel meevalt. Annie laag, Galio laag en Ashe probeert toch nog wat tegen Sona te doen, die al redelijk tanky is. Daar komt Kokma, dat zijn een paar hits en daar gaat Ashe. Daar komt Galio kill ook op. Ja, en de ult van Kokma is zeer mooi geplaatst. Galio gaat neer en hier gaat zeker weten die Nexus neer. Dit is een welverdiende win voor Double Dutch Esports. Zeer Nexus gespeeld. Toch maar grats aan Garen, die Akali het heel lastig heeft gemaakt in lane. Hij zat al een paar levels hoger. Heeft zijn warmox nog gekocht voor de fun. En hier gaat de Nexus neer. Win voor Double Dutch. Well played guys. En naar de finale. Victory!